dan komen we nog even kijken. Nou, als we gaan lassen, dan proberen ze dan de haar aan. De afzuiging aan, heel belangrijk. En er zit ook nog verlichting in. En dan moet je dus even washandschoenen aan doen, hè. En dan moeten we, wat moeten we dan meer voor hebben? Nou, een plaatje. Een plaatje hebben we dan wel liggen. En we willen bijvoorbeeld een lijntje lassen. Hier. Trek je altijd een streepje. En gaan we gewoon een lijntje trekken. Moeten we een elektrode hebben, hè? Die gehoord van mijn handschoenen aan. En laskap kan je daarboven pakken. Die hebben we nodig. Het apparaat staat aan. En dan zetten we die dus in de wasstang, hè. Kijk, dan zetten we hier, hè. Dan draaien we naar rechts. Dan zit die gelijk vast. En als we dus zo moeten lassen, dat we hier ben daar te klein worden, buigen we hem, dat je makkelijk kan staan worden. Als je dit even vasthoudt, ondersteun ik jou, dan gaan we even proberen te lassen. Kan we wat korter bij staan? Kan we iets korter bij staan? Goed vasthouden, goed flink op knijpen. Dan hebben we dus die licht, even korter erbij gaan staan. Dan gaan we daar lassen, pas op, hè. Dan gaan we over het lijntje lassen. Heel langzaam naar rechts. En niet te snel, hè. Heel langzaam naar rechts. Dan kan je op de bak staan. Dan gaan we over het lijntje heel langzaam naar rechts. We kunnen niet over het bestaande last heen lassen, we moeten van links naar rechts. Kijk, als we hem omhoog halen, dan stopt hij gewoon. Als je eraan komt, dan begint hij weer te lassen. Maar je mag er niet in kijken, want dat is gevaarlijk. Kijk, dat doe ik, hè. Kijk, en het schoonmaken. Jij hebt een bril op, dan moet je een verkje bril. Je hangt hier. Je hangt een verkje bril. En ook weer op te ruimen, natuurlijk. Maar we zullen eens kijken wat de las, wat voor las dat het gehoord is. Zullen we eens even kijken wat de last verhoogd is. Nou, laat ik niet helemaal af meer. Kijk, hieronder zit de las. Er zit een bekleding overheen. Zie je dat? Dit is de las. Er zit altijd de bekleding overheen. Dus dit is de las geworden. En die maken we dan schoon met hamer en metel. En even met de staanbossen overheen. Want dat witte, dat komt van dat witte. Hè. We kunnen hem schoonmaken. Dit is het resultaat van. Zou je een stukje lijn willen proberen? Nee? Nou, wat vind je ervan? Is dat wel leuk? Ja, dat krijgen de leerlingen hier op school. Ja? Dus, beveiliging is altijd heel belangrijk. Veilige bril op, laskop, lashandschoenen, afzuiging aan voor de rookkassen. Dat is heel belangrijk. Goed? Ja? Duidelijk?